zo'n hommelijer, zeemeleier van een kleine man. Louis Davids, de grote kleine man. Van de vier Nederlandse cabaretpioniers is zijn carrière de meest veelzijdige. Want hij klom op van kunstenmaker tot kunstenaar. Louis Davids, een naam die je nooit vergeet. Het aantal liedjes dat Davids heeft gezongen is zo groot dat we er veel programma's mee zouden kunnen vullen. Maar in deze uitzending beperken we ons tot een kleine keuze uit zijn cabaret-repertoire. En er zijn veel liedjes bij die 30 jaar na zijn dood nog altijd populair zijn. De olieman heeft een fortje opgedaan. Daar rijdt hij mee als een vorst door de Jordaan. Maar s'avonds om 10 uren is het uit met de pret. Want dan stopt zijn vrouw de slinger onder het bed. Tuf, tuf, tuf. Amsterdam heeft in het hart van Louis Davids een grote plaats ingenomen. Al was hij dan ook geboren en getogen in Rotterdam, in het milieu van Rotterdamse rasartiesten. Hij begon zijn spectaculaire loopbaan als komisch coupletten-zingend wonderkind. Samen met zijn vader en moeder, zijn broer Hakkie en zijn zusters Rika en Henriette trad hij op als miniatuurkomiek op de kermis en in het Café Chantant. We waren een zeer, zeer arme familie. En ze hadden altijd het idee, mijn ouders, voor de jongens moet wat gedaan worden. De meisjes kwamen wel aan de man. Op mij hadden ze niet veel hoop, maar daar heb ik niet over gesproken. Maar inderdaad, het was heel erg slim. Hij was anti-vakje rondgaan. Maakte daar met mijn vader altijd heel veel ruzie om dat dat gebeurde. Maar het kon niet anders, want wij moesten bestaan van de zomer om met het rondbakje rond te gaan om 's winters te kunnen leven. Louis was een schat van een jongen voor zijn moeder. Dol op zijn ouders, dol op zijn familie, maar hij wou het niet weten. Hij zei altijd, mijn zuster, niks, dienstmeid moet ze worden. Dat is altijd wat ik van hem te horen kreeg. Als ik eens heel goed gewerkt had en ik dacht dat ik mijn best had gedaan, dat hij, nee, je komt er nooit. Maar dat gaf me juist de moed om te willen. En hij is de schuld dat ik er ook gekomen ben. Maar hij is heel erg goed voor onze familie geweest, inderdaad. En wel... Hij had bij moeilijke tijden. Hij moest rondgaan met het bakje. Dat stond een Louis Davids niet. En het was ook niet direct een exploitatie die mijn ouders op hem hebben gevoerd om hem te laten werken als komiek. Maar het was ook omdat hij wou. Hij wou absoluut hoger op. Via het rondreizende Theater Davids, het tingeltangelwerk en de specialiteitenprogramma's van de variété kwam hij bij de revue. In talloze vermommingen werkte hij als ster mee aan 35 verschillende producties. En in 1927 stelde hij een jonge, onbekende komiek aan het publiek voor. Ik was zijn jongere collega, ik was 22 jaar. Een broekje. Ik mocht naast hem staan. Hij had een praatje, herinner ik me, over de Chinese kwestie. Die was schijnbaar ook in die tijd al. En dan was mijn antwoord steeds, als hij me iets ging uitleggen, oh. En dat ene lettertje O mocht ik dan een keer of 4, 5 herhalen. En dat was mijn rol in de hele revue. Voor de rest liep ik met palmtakken en met vlaggen en zo, maar goed. Maar dat mocht ik met hem spelen. En dan kwam ik in de kleedkamer en dan zegt hij... Vind je niet dat je erg weinig te doen hebt eigenlijk? Ik zeg, nee. Ik zeg, ik kijk naar u en ik vind het... Hij zegt, je mag gerust wat meer zeggen. Haal je hart maar op. En als je iets invalt, zeg het maar. En dat heb ik ook wel eens geprobeerd... Maar dan kreeg ik steeds het gevoel dat het publiek dacht van... laat die snot nou eens zijn mond houden, want we komen om Louis Davids te horen praten. Wat wil dat jochie daar nou bij is? Dus ik moest het alleen maar vinden met kijken en zo en met smoeltjes trekken. Dus ik heb de tijd gehad om te leren van zijn grote talent. En daar ben ik nog steeds dankbaar voor. Maar ook de zo populaire operette heeft hij dikwijls gediend. Theater Carré verwelkomde hem in het Witte Paard. Herman Bauber wilde zijn volkstukken van liedjes voorzien. Zou hij Louis Davids durven vragen? Mijn man was een zeer bescheiden man. En die dorst dat nooit te vragen. Opeens zag hij hem
bij de Kroon zitten. Alle moed bij elkaar, want ik was er niet bij hoor. Ik had wat anders te doen dan om in de Kroon te gaan zitten. Maar toen heeft hij hem aangesproken. En toen heeft hij hem gevraagd, gezegd dat hij de Jantjes geschreven had. En of hij dat eens wilde lezen, of hij zijn gesprek met hem kon hebben. En of hij geneigd was om daar liedjes voor te schrijven. Daar ging het dan om. Nou, toen hebben ze zich met elkaar verstaan. We woonden toen op Zandvoort, met de kinderen. En toen, nou, hij was direct in. Dus hij kwam direct kijken. En dan kende hij mijn man wel, van zijn werk al, van andere stukken waar hij niks mee te maken had gehad. En toen is hij gekomen en heeft hij gelezen. Nou, om kort te gaan, heeft de liedjes geschreven. En Marcy, die maakte de muziek. Louis Davids wilde zich nooit vastleggen. Iedere kans om hogerop te komen wilde hij benutten, daarmee wraak nemend op zijn armoedige jeugd. En dus aanvaardde hij ook een uitnodiging van Cees Lasseur, die hem de moeilijke hoofdrol gaf in De Figurant. Helaas, met deze poging greep Davids te hoog. Hij was wel een meesterlijke revue-typeur, maar geen werkelijke karakterspeler. Cees Lasseur en Louis Davids hadden verkeerd gegokt. Hij had geen mooie pers, en maar ook nou niet ronduit slecht, want daar waren ze toch in die jaren vooral nog misschien een beetje te hoffelijk voor. En omdat hij ook zo populair was en altijd zoveel goede dingen gedaan had, dus hij kreeg er nou niet zo enorm voor op zijn kop. Maar zijn publiek kwam niet. He, zijn eigen publiek, wat wij natuurlijk gedacht hadden, en wat hij zelf ook gedacht had, die komen nu toch allemaal lelijk of niet, of mooi of niet, naar het Centraal Theater stromen. Dat gebeurde niet. En dat was natuurlijk voor zijn ijdelheid een flinke klap. He, dat was vervelend en daarom bouwde hij er eigenlijk wel van af. En dan hebben we het heel kort, hebben we het ook maar gespeeld. Heel kort. En Cees wou er ook wel van af, want omdat geen mensen kwamen, we begonnen dus ijlings aan een nieuw stuk. En hij was zo gewend om door zijn publiek op handen gedragen te worden, dat hij kwam niet aan zijn trekken gewoon. Dus toen heeft Johan Remmels naderhand de rol overgenomen. En die, toen is het stuk dan toch nog heel wat keren gegaan. Ja. Terug naar de revue, waar zijn grote theaterpersoonlijkheid beter tot zijn recht kwam. Maar ook de film bood zijn aparte talent grote mogelijkheden. En doordat hij een grote persoonlijkheid was, kon hij zich permitteren, en dat deed hij waarschijnlijk intuïtief, gebruik te maken van een zogenaamde underacting. En die underacting, die was met niemand te vergelijken. Louis Davids hoefde niet leuk te doen in een film. Hij deed het ook niet. En of hij nou een liedje zong in een film, of hij speelde een rol in een film, hij bleef altijd de eenvoudige, bescheiden man. En dat heeft hem niet alleen groot gemaakt, maar ik zou een wijds woord willen gebruiken. Het heeft hem eigenlijk wel onsterfelijk gemaakt. En tenslotte zijn belangrijkste activiteit, die van cabaretier en conferencier. Het belangrijke in dat opzicht lijkt mij van Davids dat hij dus eigenlijk de traditie van Pissuis heeft voortgezet. Hij was dus, laten we maar zeggen, in volgorde geredeneerd, de tweede werkelijke conferencier. Het was dus niet alleen maar het liedje aankondigen, maar hij babbelde. Hij praatte over het liedje, hij praatte met de mensen. En wat ik ook vooral belangrijk acht, dat is dat de woordkeus, taalgebruik, aanzienlijk ging verbeteren. Dat lag misschien niet alleen maar aan hem, dat lag ongetwijfeld ook aan Jacques van Tol, die heel wat voor hem geschreven heeft en die een waar woordkunstenaar genoemd mag worden. Maar in ieder geval, het pijl steeg. De onderwerpen stegen. Hij pakte iets aan. Hij pakte ook sociale zaken aan. Hij wees mensen op misstanden. Het was in het begin van de nazi-tijd. Die tijd heeft hij ook wel degelijk gebruikt. Hij heeft op dat punt ook voortreffelijke conferences gehad. En hij is dus in meer dan één opzicht de vervolging van Pissuis geweest. Omdat hij allereerst dus de traditie van het Courhouse-cabaret voortzette. En dus ook de conferentie uitboog tot iets veel belangrijkers dan het daarvoor geweest was.
deze melodieën, dames en heren, werden op deze plaat uitgevoerd door de Charleston Serenaders onder leiding van Louis Davids. Zeker, dirigent was hij ook nog. Het is overigens wel heel gek eigenlijk te bedenken dat zo'n liedje als nou bijvoorbeeld O Mooie Westertoren, dat toch voor de Amsterdammers een trotse herkenningsmelodie is geworden, dat is geschreven door de Rotterdamse auteur Louis Davids en door de Engelse componiste Margaret Whitefoot. Margaret Whitefoot, die in Nederland beroemd zou worden als Margie Morris. Louis Davids had haar ontmoet op een van zijn Engelse reizen in 1911. In 1913 kwam ze definitief naar Nederland en daarmee kwam er een einde aan het huwelijk van Louis Davids met Betsy Kokernoot, dat in 1906 was gesloten. Deze nieuwe liefde had ook grote artistieke gevolgen. Margie en Louis zaten iedere dag aan de piano en schreven samen liedjes die tot Nederlandse volksliedjes zijn geworden. Met Margie als zijn muze nam Louis de aanloop tot zijn uiteindelijke cabaret-carrière. Ze werden door de kleinkunst-impresario Max van Gelder geëngageerd als He, She and the Piano. In de Duitsland had ontdekt en brulde in de half besjokken Engels dialect. Au die auntie Ed from France in Waterland has in de house a big leg. Margie, een nette dirty cat, zit ze on die plat, want binnen is het zo kinglet. Turn the tap off, au die auntie Ed from France in Waterland is hold the cat to bark, kick by. Opera come for the glazen crystal door, and she lost her half a dozen hairs. Now just imagine how auntie swears, and that is for my auntie a blamage. We zetten zo menige kraak in elkaar, we spelen gewoon met de Russen. Ze loeren en rooien de dag in dag uit, en toch krijgen ze een houtje niet tussen. En als ze je grijpen, dan ben ik erbij. Ik vecht het kapot voor mijn kaneel. Wanneer ze me linken, is alles voorbij. Zeg dan maar loud seintjes. Ik ga voor 6 jaartjes, dan is het weer met het spul. Dan weet ik niet eens of je wel opzoeken mag. Maar jij zegt voor mij, we moe goeiedag. Op de Rijk, daar ben ik een koning tegelijk. Als het donker wordt, zijn we in ons nokkies. En we razen de stegen en slokkies. Op de Rijk, daar dans ik soms nooit in de strijk. Al heb ik geen zetje, toch drink ik gelijk. Op de Rijk, op de Rijk. Het was in ieder opzicht een ideale combinatie. Ze kregen een zoon en ze maakten een bijzonder succesvolle tournee door Nederlands-Indië. Maar helaas, de zucht naar amoureuze avontuurtjes die Louis Davids nooit heeft verlaten en waar zijn moeder hem vergeefs voor heeft gewaarschuwd, ondermijnde ook deze verhouding zodanig dat Margie Morris zich terugtrok. Hun zoon werd opgevoed door pleegouders. En op de familiefoto die u op het ogenblik ziet, staat de jonge Louis met zijn vader en met zijn halfzuster Kitty uit het huwelijk met Betsy Kokernoot. Kitty is helaas overleden, maar Louis emigreerde naar Australië en heeft 2 kinderen. Nog Margie Morris, nog de pleegouders van Louis Junior zijn bereid geweest, dames en heren, om ons
verdere inlichtingen te verstrekken. Zij hebben het hoofdstuk Louis Davids voor altijd afgesloten. En wat Louis David zelf betreft, hij heeft later wel spijt gehad van de manier waarop hij Margie tijdens en na hun verhouding heeft behandeld. Maar hoe dan ook, de breuk was onherstelbaar. Wat vind je nou van ome Koos? Die heeft een antenne met een radio. En wat ze smoesen op de Eiffeltoren. Kun je in de korte Leidse dwarsstraat horen. Wat vind je nou van die ome Koos? Die heeft een antenne met een radio. Hij komt niet in de kroeg, hij heeft geen golf genoeg. Al zou ik niet zeggen, maar het is toch zo. Slaap maar kindje, kindje, slaap. Mami is dansen. Vader is een grote aap. Mami is dansen. Pa werd straks voor het plekje grond, waar in der tijd wieg ook stond. Mami fokst en zingen front. Mami is dansen. Mami is dansen. 1931-1938. Louis Davids was iedere zomer cabaretier in Scheveningen. Het pleit zowel voor hem als de kleinkunst dat deze periode de belangrijkste is geworden. Hij werd directeur van het oude Kurhaus Cabaret. Omringd door steeds wisselende medewerkenden was zijn samenwerking met Jacques van Tol volledig geworden. Hoewel Davids met van Tol was overeengekomen dat hij vanwege zijn image alle liedjes en conferences onder zijn eigen naam zou lanceren, wisten zijn collega's maar al te goed dat Van Tol de auteur was en dat David zich had bepaald tot het schrijven van de muziek. De pers prees Louis Davids dan ook ten onrechte als auteur. En misschien is dat een van de redenen geweest waarom Jacques Van Tol zijn vroegere vriend en collega heeft verloochend door in de oorlogsjaren zijn medewerking te verlenen aan het beruchte zondagmiddagcabaret van Paulus de Ruiter. Na de oorlog hebben veel artiesten hem deze misstap vergeven, waaronder Henriette Davids. Maar alle zijn het erover eens dat een van onze beste auteurs de kleinkunst in die jaren een slechte dienst heeft bewezen. Louis Davids engageerde binnen- en buitenlandse krachten, soms hele gezelschappen. Hij ontdekte in Zürich het Nelson Cabaret, het beroemde Nelson Cabaret, dat zo'n grote invloed heeft gehad op de verdere ontwikkeling van de Nederlandse kleinkunst. Aan dat gezelschap was verbonden Dora Paulsen. Dora. Ja. Ik zou zo graag iets meer willen weten van die ontdekking van Louis Davids in Zürich. Hoe is dat gegaan? Ja, ik weet het. En wij zaten daar als immigranten natuurlijk in Zürich, begrijp je? Ja. En wij kregen een aanbod van Kopenhagen, niet? Dat liep. En dan kwam Louis David, die kwam gewoon naar Zürich, wat hij daar wou, weet ik niet, maar in ieder geval, hij kwam. En hij zag ons en hij zegt, jullie moeten naar Amsterdam komen. Ik zei, nou ja, kom maar, omdat ik helemaal geen gevoel heb, was zo ontzettend ver van mij weg. En Amsterdam, dat kende ik zo'n beetje zo van vrienden van mij, die mij zoveel verteld hadden. En onder andere nog van die nieuwe haringen, waar ik zo ontzettend dol van ben. Dus we gingen naar Amsterdam, vanwege de haringen. Dus aan de Hollandse haring heb jij Nederlanderschap te danken, zou we kunnen zeggen. Nou ja, man kan zo'n beetje dat zeggen. Naast alle buitenlandse artiesten waren er ook een heleboel jonge Nederlandse krachten die bij Louis Davids de kans van hun leven kregen. Zoals bijvoorbeeld Pip Sonneveld en niet te vergeten de cabaretière en schrijfster Marti Verdenius, die later haar eigen gezelschap zou beginnen. Marti, nou we je teruggebracht hebben naar het plekje waar het allemaal begonnen is, wou ik zo graag weten hoe je je nou voelt. Nou, wonderlijk hier, wonderlijk. Het was 1936, ja. Maar ik moet je even een illusie ontnemen. Ik geloof niet dat Louis Davids dan in één stuk door jongeren de kans gaf. Hoor. Dat... Nou, en Wim Sonneveld dan? Oh, Wim Sonneveld was secretaris bij hem. Ik weet nog wel, de enige zin die je mocht zeggen, dat was 's avonds. In het Kurhaus Cabaret was zo, er was geen foyer. Dus tussen de nummers liep iedereen op zo'n soort platform. Het lag een schip in zee.
En dan liep Davids de hok in de weg te lopen. En dan kwam Wim achter hem aan en die riep: meneer Davids, meneer Davids, u vat kou, hier is uw sjaal. Dat was zijn rol. Ja. Maar die nu, na al die jaren, nu al die jaren voorbij gegaan zijn, zou ik zo graag van je willen weten hoe je nu aan Louis Davids denkt. Dat is een moeilijke vraag. Ten eerste, als je jong bent en deze Louis Davids was bijzonder bekend en beroemd en zelf was er eigenlijk een klein meisje die geweldig naar hem opkeek, vroeger zou ik het niet geweten hebben. Nu vind ik hem, als ik er eerlijk over mijn mening mag zeggen, ja, ga je gang, als kunstenaar groter als mens. Ik zou eigenlijk kunnen zeggen, hij werd vaak genoemd door grote kleine man. Ja. Ik zou eigenlijk zeggen, de kleine grote man. Louis Davids heeft zijn hele leven gevochten om van een dubbeltje een kwartje te worden en te blijven. Dit gevecht, agressief, niet alleen in de aanval, maar ook in de verdediging, ging vaak ten koste van anderen, maar ook van zichzelf. Want zijn zwakke gezondheid, vanaf zijn 17e jaar was hij al astmatisch, is er de oorzaak van geweest dat zijn hart op 1 juli 1939 de zware en pijnlijke strijd moest opgeven. Hij was toen nog maar 55 jaar. Achter de bar liepen Rika, Hakkie en Henriette Davids. En een van de grootste actrices die we ooit hebben gehad, Fine Lamar, de unieke kunstenaresse die als cabaretière zoveel met Louis Davids had samengewerkt, vertolkte met enkele welgekozen woorden de gevoelens van alle Nederlandse kleinkunstartiesten. Wij staan nu in het Kouras cabaret op hetzelfde toneel dat hij jaar in, jaar uit bespeelde. Voor hetzelfde publiek dat hem zo trouw was. En we voelen het als een dure plicht ons extra hard in te spannen om een traditie van hoge kleinkunst door hem geschapen te handhaven. Wim Kan ontving in 1954 uit de handen van Henriette Davids de Davidsring die zij bij haar 60ste verjaardag van de gemeente Rotterdam had gekregen. Een ring die Wim Kan straks zal doorgeven aan een van onze jongeren. Zelfs heel ver weg in Israël leeft de naam van Louis Davids voor. Op deze foto ziet u de gedenksteen in het park dat naar hem werd genoemd. Louis Davids, een naam die je nooit vergeet.